Na de 3-0 nederlaag bij Heerenveen staat ADO Den Haag weer op de laatste plaats van de Eredivisie. Degradatie achter me, kijk maar, 2007 is weer een reële dreiging in het Vorenpark deze keer, toen nog het Zuiderpark. Maandagmorgen, 2 dagen na de wedstrijd tegen Heerenveen en 1 dag voor de wedstrijd tegen Heracles, spraken we in het stadion, het Kyocera Stadion, met Maurice Steijn. Wat kan er nou nog gedaan worden om het tijd te keren? Maurice, begin van een nieuwe week. Is het nog leuk om trainer van ADO te zijn? Ja, absoluut. Dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Alleen je moet wel veronderstellen dat we in een hele lastige positie zitten op dit moment. En dat geeft wat extra druk mee. Maar ik vind het nog steeds een uitdaging en heel leuk om trainer van ADO te zijn. Zo even over de toekomst, even over het verleden. De transferperiode is afgelopen. Jullie hebben 1 nieuwe speler erbij bijgehouden. Wildschut. Ja, Yannick wilden wij vorig jaar al hebben. En heeft een bepaalde kwaliteit die ik mis in deze selectie. Die wilden hem eigenlijk al na het vertrek van Wesley wilden we die al halen. Maar toen koos hij voor Heerenveen. Omdat ook VVV een behoorlijke transfersom vroeg die wij niet konden betalen. Nu was toch weer de gelegenheid om hem voor een half jaar te huren. En ondanks dat we veel buitenspelers al gehaald hebben, heeft hij toch een kwaliteit die ik bij de anderen mis. Dus extra aanvulling. Is die kwaliteit bijvoorbeeld brutaliteit? Ja, ook. Maar met name kracht en heel veel snelheid zonder bal. Dus we hebben heel veel spelers die in de bal spelen. Jongens als Cabral, Gaurier, Assayas. Schet heeft het dan wat minder. Maar weinig spelers die echt diepte maken zonder bal. Dat heeft hij wel. En kracht, dat hoorde ik je zeggen. Hè? Ik heb wel eens meer een discussie met jou gehad. Ik vind dat ADO een relatief fysiek zwak elftal heeft. Dat kan hij weer wat aan toevoegen. Ja, nou, ik denk als je het elftal op zich bekijkt, dan denk ik dat we behoorlijk wat mensen hebben die kracht hebben. Alleen je moet dat wel combineren ook door op de goede manier duel aan te gaan, goed in balans te zijn. Dus kracht zegt niet altijd alles. Gek genoeg op de laatste uren van de afgelopen vrijdag van de transfertijd kwam ineens op Fox het bericht dat jullie ook nog Gorter hadden aangetrokken. Was het nou helemaal een kanaar of was het inderdaad nog een last moment wat niet gelukt is? Nee, dat was helemaal onzin. Want wij hebben 2 weken daarvoor heb ik contact gehad met Gorter. En toen gaf hij aan dat hij graag voor zijn kansen bij AZ wilde gaan. Dus dat hebben we geprobeerd. Ik heb hem succes gewenst. En verder is er geen contact meer geweest. Heb je wel enig idee waar dan zo'n bericht dan ineens vandaan komt? Nee, geen idee. Maar dat heb je wel vaker in de voetballerij natuurlijk. Hè, dat er ineens iets staat. Een trainingskamp gehad. Redelijk tevreden over gehad. De wedstrijd tegen NEC was een domper. Feyenoord was weer ineens goed. Daarna was weer Heerenveen een domper. Dat wisselvallige. Wat is daaraan te doen? Nou, ik moet je zeggen dat ik NEC uit de tweede helft vond ik echt zwak. Feyenoord was heel goed. En ik moet je zeggen dat Heerenveen vond ik niet slecht. Ik denk alleen dat we daar met z'n allen een 6 hebben gespeeld. Waarbij een 7 genoeg was, denk ik, om die wedstrijd te winnen. Nou, dan ben je ook nog afhankelijk van een aantal dubieuze beslissingen van de scheidsrechter. Maar daar viel wel meer te halen. Dus de wisselvalligheid die blijft het nog steeds, met name in het puntenaantal. Maar ik haal nog steeds wel een aantal positieve dingen uit de wedstrijd tegen Heerenveen. Heerenveen uit die op de 5e plaats is lastig. En ik denk dat we gelijkwaardig waren aan Heerenveen. De eerste helft denk ik zelfs beter. Ja, dan zijn er 2 cruciale momenten van de scheidsrechter die wedstrijd bepalen. Wat zo raar is, bijna hopeloos is, zodra jullie achterkomen, heb je gewoon dit seizoen geen enkel punt gepakt. Wat is daar nou aan te doen? Ja, geen idee. Toch heel veel die spelers op de hart blijven drukken. Dat ook al zo achterkomen. Dat we in ieder geval in onze organisatie moeten blijven spelen. En zorgen dat we de ruimte klein houden. Daar ligt ook onze kracht in, het voetballen. Maar ik heb geen idee waar dat dan ligt. Als je nu naar het competitieprogramma kijkt, dan zie je dat jullie nog 7 thuiswedstrijden hebben. Waarvan ik denk op papier, dat zijn eigenlijk 7 wedstrijden die je allemaal kan winnen. Als dat gebeurt, heb je helemaal geen enkel probleem meer. Nee, als we uit die 7 wedstrijden alle punten halen, dan zou ik dik tevreden zijn. Dus daar teken ik vooraf voor. Maar goed, je weet. Heel veel wedstrijden dit seizoen zijn niet te voorspellen. Kijk gisteren maar weer naar RKC tegen PSV. Maar goed, dat wij in de thuiswedstrijden de punten moeten pakken, dat is duidelijk. Hoe voel je je nog gesteund binnen deze club? Als het misgegaan was tegen Feyenoord, was je waarschijnlijk geen trainer meer hier geweest. Dat ging ineens hier allemaal goed. Is dat allemaal weer veranderd sindsdien? Nou, nee. Dat weet ik niet. Dat zou je echt aan de leiding moeten vragen. En ik ga stoïcijns door met mijn werk. Waar ik
Waar ik nog steeds heel veel plezier in heb met en de spelers en de staf en een prima directeur. En hoe de andere mensen daarover denken of de beleidsbepalers. Natuurlijk hoor ik ook die signalen, maar ik kan daar niet zoveel mee. 7 wedstrijden, 21 punten uit de probleem. Ja, dan zijn we uit de problemen, ja, absoluut. Kampioen, zijn er te weinig geweest in Den Haag? Uitzonderingen zijn er natuurlijk. Een van de grootste kampioenen, sportmensen van de eeuw zelfs, is Richard Krajicek. Beste tennisser aller tijden, enige Nederlander die ooit Wimbledon won. Vorige week liep Elf Voetbal hem tegen het lijf. We spraken met Hagen naar Krajicek over ADO. En wellicht, hij en zijn zoon overwegen om fan te worden. Nou, dat is een uitnodiging die mag ADO nooit laten lopen. Richard Krajicek, sportambassadeur van de stad Den Haag. In alle drukte in de aanloop naar het grote tennistoernooi bij onze concurrenten in Rotterdam. Komt allemaal sportnieuws vanuit Den Haag, wat eigenlijk een tijd geleden niet er nooit in zat. Er is nu een WK hockey in mei. En de Volvo, de grootste en belangrijkste zeilrace van de wereld, doet Scheveningen aan. Hoe kijk je daar tegenaan dat er ineens zoveel ineens kan in Den Haag? Ja, dat is mooi. Je moet als land proberen om sportevenementen naar je land te krijgen. Maar uiteindelijk hangt het toch van de stad af, hoe erg ze zich inzet. En Den Haag doet het dus heel goed met het WK hockey. En nu na het spectaculaire Volvo Ocean Race. Een aantal jaren geleden was natuurlijk de tussenstop in Rotterdam. En ik weet niet of Rotterdam nu weer mee heeft gedaan. Maar Den Haag wint het in ieder geval van een paar andere steden waarschijnlijk. Dus ja, daar kunnen ze trots op zijn. En dat geeft wel aan de ambities van de stad Den Haag. Ze hebben een aantal jaar geleden een keuze gemaakt om zich te richten met name op sporten die met Den Haag te maken hebben. En ook zee en strand. En als je dit zo ziet, is dat een goede keuze gebleven? Ja, zeker. Kijk, je kan wel aan onrealistische projecten gaan werken, maar daar raak je alleen maar gedemotiveerd van, want die haal je dan niet binnen. Dus je moet wel haalbaar. Hè? Het moet ambitieus zijn, maar wel haalbaar. Nou, WK hockey is echt zo'n goed voorbeeld. Het is ambitieus, maar toch maar even gedaan. En nu met die Volvo Ocean Race ook weer. Dus heel erg knap. En de mensen in Den Haag kunnen trots zijn op zichzelf. Kom je nog veel in Den Haag? Ja, af en toe. Mijn moeder en mijn zus, oudere zus, woont daar. En ik ben ook nog mede-aandeelhouder in Just Voetbal. Dat is een voetbalmakelaarskantoor. Ik ben regelmatig in Den Haag, ja. Volg je bijvoorbeeld ADO Den Haag? Is dat dan jouw club? Of heb je, omdat je verhuisd bent en door het hele land gewoon heb je andere clubs? Of blijft het toch een beetje Den Haag volgen? Nou, ik volg het niet overdreven, moet ik zeggen. Maar als ik dan op kantoor ben bij Just Voetbal, dan komt Marie Stijn wel eens langs. En dan praat je inderdaad wel eens een beetje over voetbal. En, dus op die manier volg ik het. Maar het is eigenlijk niet... Ik heb eigenlijk wel met mijn zoon hadden we vorig jaar zoiets van, we moeten eigenlijk een club hebben. Want we hebben eigenlijk nog geen favoriete club. En als iets van, weet je wat, we moeten gewoon seizoenskaarten bij ADO Den Haag kopen. Dus dat moeten we eigenlijk gaan doen. En dan wordt het ons clubje. En dan moeten we daar gewoon een paar keer per jaar lekker op de tribune zitten. Ik weet zeker dat als ik het nu zeg, dat namens Den Haag als het hele toernooi in Ahoy allemaal achter de rug is. En dat zie je een keer voor een hele leuke wedstrijd uitnodigen. Dan keer terug in het voorjaarpark zoals het nu heet. Ja. Lijkt me een mooi streven. Ja, inderdaad. Ja. Dus het zou heel leuk zijn om daar een keer naartoe te gaan. Ja. Lex Schoenmaker, Haagse held. Vorige week kreeg hij van de gemeente Den Haag een oeuvreprijs. Nou, voor ons reden genoeg om heel uitgebreid met Lex te gaan praten. Thuis bij Lex en bij Corrie, lekker aan de saté. Het eerste van twee delen, Lex Schoenmaker over zijn loopbaan. Voor me staat een hele bijzondere zilveren schoen. Ik zit bij Lex aan tafel in de woonkamer. We hebben net ontzettend veel, heel lekker gegeten. De lekkerste saté van Den Haag, maar dat weten we met z'n allen wel. Lex, ik ga even een paar dagen terug. Je was in het Circus Theater om een prijs uit te reiken aan de beste sportploeg of de talent van Den Haag. Maar dat liep even anders. Vertel eens van die avond. Nou ja, ik was 2 maanden geleden benaderd om in ieder geval een prijs uit te reiken aan het talent van het jaar. Dat dacht ik. En toen ik in het Circus Theater kwam, werd het de sportploeg van het jaar. Nou, dat maakt in principe niet zo gek van uit. Want ik vond het wel hartstikke leuk om als oud corrivee een prijs uit te reiken. Dus, en in zo'n gebeuren is het gewoon hartstikke leuk om dat te doen. En ik hou graag van sport. Dus en speciaal sporters die hele goede prestaties hebben geleverd voor Den Haag. Dus ik vond het wel een leuke bijkomstigheid en een eer. Dus daar ben ik heen gegaan. En
gewacht met de ADO-spelers, man of 7. En de trainer van ADO. En alles is liep zoals het moest lopen. Ja, en het was het einde van het programma. Ja, en toen werd ik een keer teruggeroepen. Want ja, er was ook een promofilmpje gemaakt. Maar dat had ik de hele avond niet gezien. Dus ik denk van, dat is ook raar. Want ze hadden wel beloofd dat dat promofilmpje uitgezonden werd aan degene die die prijs uit zou reiken. Nou, dat waren een paar mensen die dat moesten doen. Voor de beste sporter en de beste sportstar. En talent van het jaar. Dus wat dat betreft, heb ik dat niet teruggezien. Maar ik vond het wel grappig. Uiteindelijk bleek dat dat een beetje opgezet was om mij als laatste naar voren te krijgen. Want toen stond je tegenover wethouder Karsten Klein. En die had voor jou deze schoen. En dat noemde die, en dat is ook een oeuvreprijs. Voor je hele loopbaan. Toch een fantastisch moment. Ja, dat is niet te bevatten. Ik bedoel dat je zoiets krijgt van een Karsten Klein. En zijn vorige kende ik natuurlijk heel erg goed. En de omschrijving die hij gaf, dat deed me dan wel zeer goed. Niet alleen omdat ik voor de mensen een aardig voetballer geweest ben. En dat heb ik ook gezegd van, wat anderen van vinden. Of je een goede of geen goede trainer bent. Dat daar gelaten. Maar sociaal-maatschappelijk, wat ik gedaan heb voor Den Haag, dat vond ik ook heel erg belangrijk. Nou, en dan krijg je zo'n prijs en dan ben je verrast. En ja, ook wel een beetje trots natuurlijk dat je zoiets vanuit de gemeente krijgt. Nou, Lex, ik ben iemand die meer dan 1000 wedstrijden van ADO heeft gezien. Dus ik kan aardig over mij praten dat het echt niet alleen vanwege de sociaal-maatschappelijke activiteiten is geweest. Maar dat het echt gewoon puur ging omdat je een ongelofelijke loeigoede voetballer was. Wat trouwens ook hartstikke leuk is. ADO heeft het mogelijk gemaakt. Nathalie Nuit heeft opgehaald dat ook je vrouw erbij in de zaal aanwezig was. Hè, als het nog een extra teken, denk ik, van waardering voor jullie. Ja, nou ja, goed. Het was bijzonder geheim gehouden. En mijn vrouw werd dan 's middags gebeld of ze aanstand zou kunnen maken om ook naar het Circus Theater te komen. En dat is gewoon heel, heel leuk fantastisch natuurlijk. Omdat je hoopt toch dat er iemand bij is. Maar je weet het niet. Dus ik zei van, Sarine zei tegen mij van, ik heb je vrouw gezien. Ik zei, dat kan niet, want die zit gewoon thuis. En goede tijden, slechte tijden te kijken. Dus maar uiteindelijk bleek ze er wel te zijn met een nichtje van me. Dus achteraf gewoon bijzonder leuk en geslaagd. Dat was gewoon goede tijden, hele goede tijden natuurlijk. Even terugkijkend op je loopbaan, met al die wedstrijden. Ik ga gewoon een beetje terug in de historie van wedstrijden die ik me kan herinneren, waarvan ik me kan voorstellen dat het voor jou bijzondere wedstrijden zijn geweest. De allereerste prijs die je met ADO gepakt hebt, de bekerfinale van 68, 2-1 tegen Ajax. Jij scoorde. Is dat een wedstrijd die jij je nog bijblijft? Ja, die zal me altijd bijblijven. Omdat die in het Zuiderpark gespeeld werd met de oude tribune. Dus waar Engels getinte tribune was dat. De groene. En wij noemden dat de groene tribune. Maar in principe was natuurlijk de allereerste wedstrijd dat ik debuteerde, was bij DOS uit. En daar was ik dan zo vrij om gelijk bij een 0-0 stand een penalty te moeten nemen. En ja, ik was net 18 jaar en de gevestigde orde bij ADO. Ja, dat is altijd, bij iedere club is dat een pikorde. Maar ik was zo brutaal om die wedstrijd achter de bal te gaan staan voor de stip. En ik schoot hem erin. Dat is zijn. Dat blijft natuurlijk altijd bij je. Omdat dat de eerste wedstrijd is waardoor je debuteerde in een ADO 1. Hè, toen. Ja, en dan de memorabele wedstrijd. Dan ga je voetballen en dan blijf je bij het eerste. En dan kom je gewoon in de bekerfinale terecht. En de week ervoor moesten we tegen ADO met Ajax spelen om het kampioenschap bij Ajax. En dan zat ik op de bank en speelde Howard. En Happel had al tegen mij gezegd van, maar de week erop speel jij zeker. En waarom dat zei, weet ik niet. Maar dat was zijn magie. Een beetje. Dus de ene week speelde Howard en de week erop speelde ik. En
ik vond het wel leuk, omdat die wedstrijd Ajax kampioen werd. En, maar je was zeker van de Europa Cup 2, hè? Door die overwinning van Ajax. Toen Ajax kampioen was als finalist, ging je door naar de Europa Cup. Dus wat dat betreft was het iets ontspannen in de finale. Ja, maar goed, Ajax wilde wel de dubbel, want dan konden ze dat weer geldelijk maken. Om te zeggen, we hebben de dubbel. Dus dan konden ze, als ze ergens een wedstrijd zouden gaan spelen, dan konden ze daar veel meer voor vragen. Maar ja, we hebben daar een stokje voor gestoken. Dus dat was wel, wel grappig. Nou, Happel, wat hè, waarschijnlijk een hele bijzondere trainer is, had ADO daarna een aantal hele bijzondere trainers. Jezik, en onder Jezik ontstond een elftal wat in een jaar waarin Feyenoord wereldkampioen werd, Ajax Europees kampioen werd, ADO de derde van Nederland was, bijna landskampioen werd. Is dat de achteraf gezien de sterkste ADO-ploeg waar je ooit in gespeeld hebt? Bijna. Met die restrictie dat er ook later weer wat spelers doorgekomen zijn. Waarvan ik denk dat ook topspelers in spe waren. En dan noem ik Martin Jol, Tjöla Ling. Ja, dat zijn spelers die niet echt typisch ADO waren. Maar wel uit een bepaalde zienswijze en opleiding naar voren kwamen. En ja, er wordt tot op de dag vandaag door iedereen gesteld, wat is nou een typische ADO-speler? Nou, ik heb ADO gespeeld, ik was ook geen typische ADO-speler. Wat was dan een typische ADO-speler? Ja, dat weet men niet. Je moet een klein beetje met die cultuur opgegroeid zijn om te kunnen weten wat ADO inhoudt. En dat is altijd alles de oefening, maar daar zat meer in. Alles was betekent voor ons alles door. Door alles. Ja, het was, Met een blik op hoop op de toekomst sluiten we deze aflevering van Elf Voetbal TV af. Wilt u ons blijven volgen? 7 dagen per week, 24 uur per dag. www.elfvoetbal.nl. En graag tot volgende week.